van Journal. Mijn naam is Selma Lenkeek. Op dit ogenblik bevind ik mij op een prachtige plek midden in het Puliese landschap van Zuid-Italië. Op deze plek heeft tussen de 8e eeuw voor tot de 1e eeuw na Christus een inheemse nederzetting gestaan. Naast het opgraven hou ik mij hoofdzakelijk bezig met het inmeten en documenteren van objecten die worden aangetroffen in de werfput. Op dit moment is er een bijzondere vondst gedaan en moet de locatie van dit object worden vastgesteld. Het inmeten gaat met behulp van een total station. Deze total station meet de x, y en z coördinaten van een object en hiermee kan de locatie worden bepaald. Ja. In de namiddag gaan we soms ook nog terug naar de site om foto's te nemen met een drone, zodat je heel goed kan zien waar bepaalde structuren zich bevinden of hoe die liggen tot verhouding met elkaar. Na het veldwerk moet ook al het aardewerk worden gesorteerd voor vervolgonderzoek en ze te kunnen dateren. Alle data die is verzameld moet natuurlijk ook worden ingevoerd. Dit doe ik, heb ik vandaag allemaal gedaan. Ik hoop hiermee te hebben laten zien wat mijn werkzaamheden inhouden als archeoloog. Ik zie mijn toekomst als archeoloog positief in, dankzij het netwerk wat ik heb weten op te bouwen en mijn eigen input. Arrivederci!